Where have you been? In hell, here, this country. Robert's been shot by the police. Ik denk, allee, ik weet dat Ruth geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken. Ze is, ja, ze heeft een serieuze, stevig karakter. Ze is niet op haar mondje gevallen. Ze weet heel goed wat ze wilt, maar eigenlijk ook totaal niet. Ik denk dat zij erg op zoek is naar haar identiteit. Vooral haar zwarte identiteit, want ze is gemengd. En dat is niet altijd zo eenvoudig om je ergens dan thuis te voelen. Ze is heel erg op zoek naar antwoorden die ze niet makkelijk kan vinden, omdat ze haar moeder is verloren. Dus haar zwarte kant eigenlijk in het familieverhaal. En dat is ook ergens heel herkenbaar. Wie ben ik? Ik ben half zwart, maar ook half wit. Wat betekent dat voor mij? De wereld ziet mij wel als zwart, maar ja, het is ergens soms ook een beetje kiezen, maar je kan ook niet altijd kiezen, want het kleur blijft, dat verandert ook niet. Dus heel heftig, echt een strafpersonage. Ik vind het wel een eer om haar te mogen spelen. Ik weet nog, toen ik auditie deed, dacht ik, dit is eigenlijk echt wel iets voor mij, om weer iets dat ik me heel erg in herken in die rol. Ik ben thuis ook opgegroeid met muziek, gelukkig maar. Mijn ouders zijn ook zeer, zeer muzikaal, we hebben altijd muziek gehoord, maar ook zowel klassieke muziek als daarnaast ook Caribische muziek of soul of een mengeling van alles. En ik ga dit personage ook proberen spelen als een mengeling van alles, van die werelden. Dus om het echt te zeggen, het is jazz of het is soul of het is klassiek. Ik denk niet dat Ruth in een hokje te plaatsen valt en dat het wel inbeukt op die hele witte kant van de opera, maar dat dat ergens in een mix is. Until they got him. Until they got him. En het is waar, Lander eigenlijk. Lander moet daar gewoon een crazy drum fill doen, moet niet tellen, want het is er al aan het aan doen. Ja. Kijk. Oh, ja. Until they got him. Wat Ruth vertelt op scène, wat zij meemaakt, wat zij voelt, ook al is dat niet mijn verhaal, ik kan me daar makkelijk in verplaatsen. Het is een soort van, hoe leg je dat uit? een soort van een gevoel dat je hebt als je al is het maar een beetje zwart in je hebt. Een strijd, een pijn die zij ook in haar muziek eruit gooit. En dat kan via rap, dat kan via soul, dat kan via flarde klassiek. Het is een soort van emotie, denk ik, dat zij vooral voor staat. Millions of us. How many of you have brothers? Where are you staying? Philly. I'm a grandpa.